4 maart, zonnetje, 10 graden, heerlijk voetbalweer. En voor we het wisten zaten we weer in de kleedkamer. Ja, ja, dat zijn dingen die overkomen je. En daar heb je geen invloed op. En dat is heel vervelend. Je leeft naar een wedstrijd toe, je gaat naar buiten. Nou, de lange bal wordt gespeeld, er wordt een kopbal en in één keer hoor je een aantal kanonslagen. Nou goed, en dan komt er nog één overheen en dan is het voldoende voor de scheidsrechter om gelijk al te staken. Voordat je eigenlijk de meeste spelers nog geen bal geraakt hebben. Het geeft wel de sfeer van de wedstrijd aan, maar dat hoort natuurlijk op geen één stadion. En dat is heel vervelend. Ja, dan mag je zelf nog het veld op. Dan moet jij, ik denk dat dat een opdracht ook is, maar dan moet jij de mensen tot kalmte manen. En dan gaan we voetballen. En dan zie ik een Quaid Eagles beginnen die getergd is. Die misschien wat veel overtredingen nodig heeft. Maar ja, in ieder geval voetbal misschien niet al te best. Maar in ieder geval, dat was power. Ja, nou ja, goed, dat is ook de opzet. Hè? We spelen thuis, we kennen de sentimenten. Het stadion zit vol. Dan moet je ook op het randje spelen. De scheidsrechter zit een bepaald randje. Dat heeft hij ook gedaan. Dan is het wel een kwestie van duels winnen. Nou, dat hebben we geprobeerd te doen. Alleen ja, je komt dan in de 15e minuut eigenlijk uit het niets. En ik heb de beelden net teruggezien. Kom je wel heel goedkoop achter. Door onze eigen fouten, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is heel vervelend. Alleen, het volgende probleem was natuurlijk ook dat we aanvallend in de problemen kwamen. Dat er een aantal spelers niet verder konden. Ja, en dan weet je ook dat het heel lastig wordt omdat je kwaliteit gaat inleveren. Voorbeeld, dan gaan we naar Hendricks die viel uit en Andrade viel uit. Ja, dan lever je heel veel kwaliteit in. Maar je zei ook van, we komen dus achter door onze eigen fouten. Ja, dat gaat er maar niet uit. Nee. Nou goed, je kijkt daarna om met name de groep te helpen. Om te kijken van, joh, waar ligt dat dan aan? Kijk, je kan kijken naar zo'n eerste goal. Als je ziet hoeveel spelers wij daar rondom de bal hebben en waarin we het duel dan niet winnen. Ja, dat zullen ze zichzelf morgen ook wel aanrekenen en zeggen, ja, het zal mijn fout zijn. Alleen daar koop je natuurlijk heel weinig voor. Dat is vervelend. Zo zit je ook langs de kant, hè. Wat moet je daar dan veranderen? En het heeft misschien ook met de kwaliteit te maken. En de kwaliteit is dan niet alleen voetbalkwaliteit, maar misschien ook met name het willen winnen en de duels willen winnen. Want ja, er werd fysiek nog wel het een en ander gevraagd vandaag. En daar zijn we niet in geslaagd. Je zei al, dan valt het overmaat van ramp. Ja, een ongeluk op zelden alleen. Dan vallen je twee aanvallers vallen uit. Ja, en dan lever je kwalitatief zo in. En dan aanvallend kom je er eigenlijk helemaal niet aan. Ja, nou ja, goed, je probeert door allerlei inbrengingen die er dan nog zijn en keuzes die je kan maken. Goed, Buwalde moest er dan ook nog een keer af de tweede helft. Dus je kan niet te snel weer wisselen. Maar het is heel vervelend. Als je die kwaliteiten met Hendricks en Andrade moet missen voorop, club als Go Ahead, is dat heel vervelend. Dat is een gegeven, daar kan je niks aan veranderen. De jongens die ingevallen zijn, die hebben voorin de stinkende best gedaan. Maar die zijn toch allemaal ietsjes minder vaak. Afgezien van dat ze misschien kwalitatief minder zijn. Ook heel veel ballen die werden dan eigenlijk als het ware in een trechter gespeeld. Ja, dat is ook wel moeilijk voetballen natuurlijk. Heel moeilijk. Ik verwijt ze ook helemaal niks daarin. Kijk, als je Werkhoven ziet werken, en met name, dan heeft hij er alles aan gedaan. Alleen de bespeelbare ballen die hij krijgt en in de combinatie. En de ballen van de flanken. Ja goed, dat lukt dan allemaal niet. En het moment dat wij de tweede helft zien op 1-0 nog. We hebben 7 keer op doel geschoten voor de 1-0. Maar bij ons zijn het nog steeds afstandrolletjes, lijkt het. Het moment dat Levi een keer op de 16 of in de 16 kwam op 1-0, verdiend of onverdiend. Dan moet je eigenlijk meer uitzien te halen. Ja, het moment dat niet gebeurt, valt hij gelijk weer aan de andere kant. En toen was het eigenlijk klaar voor mij. Dat beeld had ik wel bij de groep. We hebben nog ingebracht met Stans om nog wat zekerheid in te bouwen. Dat Buwalde ook niet verder kon. Maar goed, het was een kwestie van wachten. Proef jij ook dat die ploeg niet overloopt van vertrouwen, dat weten we, maar ook angst. En dan wil ik een momentje eruit halen, dat vind ik een beetje typerend. Die gaat niet op de man spelen, maar Opdam, die drijft op. Die heeft een heel vrij veld voor hem. Je ziet de middenlijn en denkt van, oh, en hij ging terug. Ja, nou ja, ik weet niet of het angst is. Ik denk, dat kan ik niet beoordelen, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar je hoopt altijd dat soort spelers met offensieve drang, wat hij normaal heeft, dat hij dat ook door kan zetten. En welke stand, dat maakt me eigenlijk niet zo gek van uit. Of het nou 2-0 is of het 0-0 is. Je moet altijd die drang hebben. En als die ruimte er ligt, moet je er gebruik van maken. Ja, het moment waar jij dus aangeeft, ja, dat is typerend voor dit soort spelers die dan toch weer terugdraaien of terugspelen. En niet het lef hebben om die laatste actie te maken. Ja, dat is vervelend, maar ja, daar kan je weinig aan veranderen. Het nieuwe realisme, het nieuwe systeem, dat was juist de bedoeling dat de backs dus als het ware op zouden komen en dan de spitsen van ballen zouden voorzien. Ja, als dit dan zo niet gebeurt, Jan, hoe gaan we dit eruit krijgen? Ja, nou ja, goed, als je de eerste helft ziet, hebben we eigenlijk weinig aan de hand in de wedstrijd. Los dat je met 1-0 achter kwam. En dan zie je ook als je offensief wil spelen, met name je vleugelverdediger, die kwam over de buitenkant een aantal goede keren. Ja, daar moet Levi gewoon veel meer mee doen. Want die ruimtes lagen aan deze kant waar wij stonden. Maar goed, uiteindelijk doet hij dat dan minder. En daar zetten we hem ervoor in. Dus als je met zo'n 5 verdedigers wil spelen,
En je krijgt toch nog veel doelpunten tegen. Maar het zat hem niet vandaag in die vijf verdedigers, want toen speelden we al met vier. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel meer uit. Maar het zit hem in zijn totaliteit. In de omschakeling, in het willen winnen, in de duels willen winnen. De kosten van alles de bal willen veroveren. Ja, dan hebben we de tweede helft denk ik nagelaten. Dan heb je nog geluk dat je een goede doelman tussen de palen hebt staan. Die je dan van een grotere blamage behoedt. Uiteindelijk een zeer terechte nederlaag. En dan ook nog een wrange nasmaak met allerlei akkefietjes die niks met voetbal te maken hebben. Nee, maar goed, dat blijft vervelend. Kijk, dat ze terecht gewonnen hebben de tweede helft. Op de manier waarom hun hebben toegeslagen. Met name in de omschakelmomenten, als je dat ziet, dan schakelen ze razendsnel om. En daar hebben wij het in af laten weten bij een aantal momenten. En dat is vervelend. Aan de andere kant, wat jij terecht aangeeft, na de wedstrijd moet dat niet gebeuren. Moet voor de wedstrijd niet gebeuren. En die excessen horen niet op een voetbalveld. En ik heb er dan wat minder van meegekregen, maar ik beluister dat wel. Maar dat is gewoon Go Ahead onwaardig. Maar is elke club onwaardig. En nu volgende week tegen de jong teams. Eerst jong Ajax en dan jong AZ. Pittig? Ja. Nou ja, goed, Ajax uit, of nou jong is of het eerste, dat maakt niet uit. Is in de situatie waarin wij zitten altijd lastig. Goed, en aan de andere kant denk ik, wat heb je te verliezen daar in Amsterdam? Je moet naar de kop lopen toe. Dus dan kan je ook gewoon gaan spelen voor wat je waard bent. En er zullen hopelijk een aantal mensen weer terug zijn. Want dan gaat het uiteindelijk ook om weer zo sterk mogelijk team op de been te brengen. Dus het wordt een heel interessant weekend volgende week met twee wedstrijden kort op elkaar. Dus het is nu kijken naar de schade, met name lichamelijk. Maar ook mentaal om iedereen op de les te wijzen waarin wij de tweede helft gefunctioneerd hebben. Want dat moeten we niet willen als club niet, dat moeten wij niet willen als team en als trainer zeker niet. Wens je heel veel succes bij jou. Dankjewel.